Wij gaan natuurlijk eerst kijken hoe het met de stoppers gaat. Hè? Het onderwerp vandaag is verder valkuilen. Want als je stopt met roken, dan zijn er allerlei valkuilen die je tegenkomt. En we kijken hoe dat zich verhoudt tot de motivatie die er vandaag is. En waar mensen tegenaan lopen. En we werken natuurlijk al een weekje toe naar over 2 dagen naar huis gaan. Dus welke valkuilen ga je tegenkomen en wat kun je er tegen doen? Dus daar gaan we het samen over hebben. Goed, stoppen met roken is soms net een achtbaan, hè? Dus... Wat zeg je? Moet ik hem uitzetten? Oh, harder. Maar dan horen jullie mij niet meer. Oké, we gaan genieten. We gaan even genieten van de muziek. We gaan heel even van de muziek genieten. Dat is meteen ook... Waar de muziek is ook iets waar je heel blij van kan worden. Hè? Dan gebeurt er ook iets in je brein. Net als wat je met roken had. Tesla. Hè? Dus het is soms heel fijn om een goed nummer... Dus hier komt hij. Oké. Ja, zo heeft iedereen zijn eigen beleving bij muziek. Kijk of ik een achtbaan kan tekenen. Nou, dit is mijn achtbaan. Dus het is hetzelfde met stoppen met roken. Hè? Soms ga je omhoog en dan gaat het hartstikke goed. Maar het kan ook wel weer zijn dat je een stukje omlaag gaat. En dat je denkt, shit, ik wou dat ik daar weer was. Maar daar kom je vanzelf weer. En dat stoppen met roken is een proces. En dat zullen jullie, ik weet niet, is dat herkenbaar? Heb je dat nu al ervaren in die 2 dagen? Dat je... Wil jij daar iets over zeggen? Doet hij het? Misschien moet hem even zachter gaan zetten. Hoe gaat dat? Ik weet niet of hij het doet hoor. Goedemorgen. Ja, oh, ze horen hem daar wel. Of ik dit al heb ervaren in deze eerste uren. Nou ja, we zitten bijna 46 uur. Ik tel ze. Je houdt het bij een uur. Ik houd ze bij. Ja. Ik kan het niet bedwingen. Dus het ene moment voel ik me echt super. En de groep waar we hier in het Stoptoberhuis zitten, voel ik me ook echt doorgesteund. En een geweldige groep, gemêleerd, allemaal verschillend. Maar ineens, ja, dan neemt dat mannetje in je hoofd het over en die gaat monstertje. Hè? En dan kan ik niet meer controleren. En dan voelt het ook echt als ik er nooit meer uitkom. Dus ja. die achtbaan dat ik neerstort, ja. Die heb ik nu zeker al 2 keer ervaren. Ja. Ja. En dan ook... heb je geen controle meer. En eigenlijk is dat misschien ook zoals in achtbaan. Hè? Dan stort je, jullie kennen dat gevoel wel. Dan moet je ook overgeven soms. Nou ja, het voelde ook echt dat ik in de rouw was. Ik kon niet meer stoppen. En dat vond ik heel raar, want ik wilde wel stoppen met huilen. Nee, mijn lichaam doet dan wat hij wil. En ik heb gelukkig medekandidaten die dat ook hebben, dat je niet alleen bent. Het komt steeds weer goed, maar dat moest ik eerst even zien. Ja. Ja. En als je kijkt naar hoe dat eergisteren was en dat je nu hebt meegemaakt van hey, het komt weer goed. Wat doet dat dan met je vertrouwen? Van het gaat lukken? Nee, nog niet. Je wil het geloven, maar je bent wel bang dat het weer gebeurt. Dus zolang je je goed voelt, denk je nou, gaat lekker. En alleen de angst dat hij zo direct uit het niks, want zo loop je te lachen en het volgende moment is het gewoon helemaal... Nou ja, fout, dan wil ik het liefst wegrennen hier. Ja. Ja. Maar dat is ook het lastigste van die beginperiode. Hè? Dat je niet de controle hebt. Ja, af en toe wel, maar dat op een gegeven moment weer dat monstertje achter een bosje vandaan komt. Dat je denkt, oh, daar is hij weer. Maar dat is ook het idee dat je daar steeds beter mee leert omgaan. En ook steeds meer vertrouwen krijgt dat het kan. En weet dat het beter wordt. Ook al voel je het nog niet zo. Dat is heel lastig. Dus je weet, ja, maar daar wordt het beter. En ik weet dat het beter wordt, maar ik sta nu nog hier. Ja. Dat is de route. En daar zitten deze achtbaankronkels natuurlijk in. Maar als je naar beneden gaat, weet je ook weer dat je naar boven gaat. Ja.
Alleen als je in zo'n moment zit, dan geloof je niet van de therapeuten, de coaching, dat je weer omhoog zal gaan. Dat voelt echt. En dat is ook weer, want dan maak ik hier even een hoofd van. En dit zijn je hersenen. Dat is nou weer dat je dat hier wel weet, hè? Hier. Maar dat hier, dat reptiele brein, dat... Monster. Dat monster, ja, dat voelt zich alleen maar rot en dan denkt, ik wil sigaretten of ik wil me weer goed voelen. Ja. Maar goed, het is denk ik mooi om dan te ervaren dat je je ook weer beter kan gaan voelen. Ja, dat is nu een paar keer gelukt en daar ben ik heel blij om. Ja. Ja. Goed, zullen we even het programma. Ben jij even oké met dit stuk? Vandaag willen we het hebben over de valkuilen. En die liggen op ons te wachten natuurlijk. Straks hier, maar ook thuis straks liggen de valkuilen te wachten. Daar willen we het vandaag over gaan hebben met jullie. Maar misschien dat we eerst eventjes toch het rondje doen. Mag ik bij jou, Jurgen, beginnen? Hoe het met je gaat, qua stoppen met roken, hoe je je voelt. Wij hebben hier, deel ik die ook eventjes uit. En dat is misschien wel aardig. Jullie hebben allemaal een stopstappenplan ingevuld. En hier naartoe gestuurd. Daar heeft Paulien Haasbroek, een andere groep, heeft daar hele mooie kaartjes van gemaakt met jullie eigen bewoordingen, wat jullie motivatie is. Dus ik geef jullie allemaal je eigen kaartje. Dat kaartje kun je bij je dragen de komende tijd voor als je nog eens twijfelt, Paul, dat je denkt, wat was het ook alweer dat ik dit ging doen en wat had ik voor motivatie? Dan kijk je op je kaartje, een mooie reminder voor je hersenen om te zeggen, ja, maar dit is wie ik ben en daar wil ik me aan vasthouden. Even een briefje. Dus ik geef jullie eventjes de kaartjes. Bianca, hier. Hey, en... We doen een rondje, maar voordat we dat doen wil ik dat je heel even nadenkt en dat ook vertelt hoe het staat Tini. Met je motivatie. Karin. Maar ook met je vertrouwen van gaat het me lukken? En waar zit je dan? Geef dat eens een cijfer, schrijf dat op je briefje op. Jurgen, ben jij er ook? Je bent er niet helemaal bij. Nou, Jurgen is er half bij. Jurgen is er half bij. Dat is ook prima. Half is ook goed. Maar schrijf dan eens op. Allemaal. Hè, als je bedenkt, hoe graag wil ik rookvrij blijven? Wat voor cijfer geef je dat? Dus hoe belangrijk is het voor je dat dit gaat lukken? En het andere cijfer geef je aan, hoeveel vertrouwen heb ik erin dat dit me gaat lukken? Dat ik rookvrij blijf. Heeft iedereen een pen? Dan gaan we even pennen zoeken. Ik ga even, ik heb een paar pennen. Waar had ik die? Oh, hier. Oké. Okay. Jij hebt een pen, jij hebt een pen. Richard. Arnold, jij hebt een pen. Gaan we zo. Jurgen heeft een pen. Wil ook aan de andere kant beginnen, beter voor jou? Ja? Ja? Yeah. Zal ik, ja? Top dat je erbij bent. Goedemorgen. We zijn er weer. Dag 3. Althans, ik ga vanuit dag 3. Noemen we dit dag 3? Ja. Dag 3. Ja, tuurlijk. Sorry, is dag heb drie. Ik het net verkeerd gezegd. Ja, het is dag 3. Het is dag 3. Ja. Dag 3. De zon schijnt. Dat is al heel wat, jongens. Die hebben we 2 dagen niet gezien hier. En Jurgen, ik wil jou het woord geven. Hoe is de situatie? Probeer het in een notendop even te vertellen. Goed, ik ben nog steeds gestanden. Hoor. Nou ja, kijk. Woe! Heel goed. Ja. Wat kom je tegen? Ja, veel. Kun je het ons een beetje meenemen? Slapen. Mm-hmm. Gaat niet zo goed hier. Nou ja, goed. Ik ben niet zo van die groepsactiviteit. Ik ben er niet zo heel goed in. Het is namelijk een beetje te druk. Ja. Dus, nee, voor de rest gaat het goed. Leuk goed zo. En, ja. Zo. Je gaat ervoor. Ja, gaat goed. Op de dag 4. Ja, oké. Okay. Goed dat je erbij bent. En Jurke, zou jij je motivatie een cijfer kunnen geven? Hoe graag wil je dat dit gaat lukken? Een 9. Een 9, nou. Ja, dat is mooi, toch? Ja. Ja. Dus je hebt het zwaar, maar je zet door. En vertrouwen dat het je gaat lukken? Ja, dat is goed. Ja. Oké. Okay.
Mooi. Het is soms ook net een berg beklimmen. Dat je echt op een gegeven moment denkt, oh, die zon schijnt op mijn hoofd. Ik heb het zwaar, ik kan haast niet meer ademhalen. Maar ik zie die top daar, daar ligt die berghut. Er staat een heerlijke maaltijd klaar. Een glas met iets lekkers. Doorzetten. Ja. Maar het is soms zwaar. Oké. Goed dat je weer bij bent. Aan Wie neemt het woord? Hoe gaat het? Het is pittig, maar het is goed. Goed zo. Ja. Ja, ik ben blij dat ik hier afleiding heb als ik bezig gehouden word. Mm-hmm. Maar ik zie het niet op tegen het naar huis gaan. Snap ik. Ja. Je bent hier nog even, hè? Daar hebben we nog een paar dagen om aan te werken. Ja, ik zou hier misschien 3 weken bij. Ja. Maar daar gaan we jullie ook allemaal samen met jullie op voorbereiden. Ja. We laten jullie niet zomaar los in het diepe. We houden ook een lijntje. En dat is denk ik ook wel belangrijk als je nu al bezig bent van, oh, maar daarna, daar hadden we het gisteren ook over, probeer het even bij vandaag te houden. Ik snap dat die gedachten er zijn hoor. En je kunt natuurlijk ook altijd buiten dat we daarna nog een lijntje met jullie hebben, kijken als je echt denkt, ik heb extra hulp nodig. Dat geldt natuurlijk voor iedereen. Dat je ook eens kijkt om in je omgeving wat er dan mogelijk is. Want er zijn allerlei mogelijkheden. Er zijn rookstoppolies. Er zijn rookstoptherapeuten zoals Yvonne een praktijk heeft. Huisartsen? Dat is er. Huisartsen. Er zijn soms online. Het POH, hè? De POH van de huisarts kun je soms terecht. Dus als je echt denkt van, ik wil dit volhouden. Dat weet Karin heel goed. Ja, precies. Maar daar ben ik zelf ook geweest. Nee. Goed zo. Maar je hoort het iedereen zeggen. Iedereen, alle kandidaten hoor je zeggen. Ja. Daarna. Als ik dan maandag naar huis ga. Precies. Ja. Ja. Maar weet inderdaad dat wij proberen om jullie de tools, wat is een goed Nederlands handvatten. Woord, de handvatten mee te geven. Om daarmee om te gaan. Ja. Dat we een lijntje houden. En nogmaals. Je wordt steeds sterker. Maar ik snap dat heel goed. Ja, ik snap dat heel goed. Hier is het veilig, hier heb je veel minder triggers, hè? Als we het hebben over valkuilen. En iedereen zit in hetzelfde schuitje, hè? De ene wat meer dan het ander. Hè? Maar we zitten wel met z'n allen in deze snelkookpan, noemen we het maar, van een paar dagen. Ja. En we zijn lekker aan het pruttelen en het wordt gaar. Ja. En uiteindelijk zeggen we, oké, nou, dan leveren jullie af aan de wereld. Ja. Nee. Nou ja, wat er gebeurt als je straks... Precies. Sociale steun is heel belangrijk, je omgeving. Want als je straks naar huis toe gaat, dan weet je alle Pauline volgens mij ook vertelt over het kwijlende hondje. Hè? Je komt straks, als je thuis komt, kom je in allerlei situaties. Praktische situaties, hè? Kopje koffie, die vriend waar je altijd mee rookte. Dan begin je te kwijlen, dan wil je roken, je wordt getriggerd. Die koppelingen, die moeten steeds losser worden. En een aantal koppelingen maak je hier al los. Ja. Maar andere koppelingen, daar ga je pas straks aan werken. Hè? Weet jullie nog wat ik gisteren over dat skiën vertelde? Hè? Dus soms komt er opeens een trigger. Ja. Wat je daar nu, kijk, wat we nu al gaan doen, is dat we het daarover gaan hebben. Wat zijn die koppelingen? Wat zijn die valkuilen voor je? En wat zou je daaraan kunnen doen? Ja. Je kunt soms ook al, als je vannacht in bed ligt, je kunt niet slapen, je dat proberen voor te stellen. Ik kom binnen bij dat restaurant, daar rookte ik altijd. Wat ga ik doen? Ja, dus dat je dat in je hoofd al probeert door te maken. Dan gebeurt er ook al iets in je hersenen. Ja. Maar goed. Bij het restaurant dan, bijvoorbeeld. Ja, in het restaurant niet meer. Nee. Nee, maar goed, hier is het natuurlijk een hele veilige omgeving. Het enige waar je hierdoor getriggerd wordt, zijn misschien je interne zaken. Je emoties, of je zorgen, je angsten. Maar er is hier niemand aan het roken. Nee. En de verhalen van je buurman of je buurvrouw, die ook over hetzelfde onderwerp gaan, maar dat kan positief uitpakken, of negatief, in gedachten. Dus ja... Het is voorbereiden op de volgende stap. Maar laten we het gewoon bij vandaag houden. En laten we zeggen, oké, we zitten nu op die derde dag. We gaan deze dag gewoon aan. En zien hoe het zich vandaag ontvouwt, de dag. En we gaan het gewoon met elkaar weer doen. Jouw motivatiecijfer? 8. Een 8. Ja. Goede motivatie. Ja. Staat ook op je kaartje, hè? Dat heb je, toen was het nog
theoretisch, van oh, dat is de reden waarom. Oh. Voel je dat nog steeds zo? De dingen. Ja, maar het is geen zes, Karin. Nee, zeker niet. Maar omdat je gewoon toch elke keer weer die gedachtenkronkels krijgt. Precies. Maar misschien kan ik kan daar echt wel gaan roken thuis. Want ja, ik kan daar. Dus dat je niet geweest bent. Is dat een helpende gedachte? Nee, helemaal niet. Maar dat, ja, die sneakt er tussendoor. Ja, ja. Ja. Dan had ik echt 100% vertrouwen in. En dat is nu nog 70%. Ja, maar nog steeds. Maar en 70% is misschien ook heel goed, hè? Want iemand die zegt, ik heb dat heel vaak meegemaakt. En dan vroeg ik, hoeveel vertrouwen? Oh, 100%, gaat me lukken. Dat betekent ook dat je minder op je hoede bent. Hè? Dat je vertrouwen 70% is, vind ik heel hoog. Dat betekent alleen maar, ik ben een ex-roker. Ik zit in het begin van het proces. Dus ik moet gewoon op mijn hoede blijven. Dat is heel goed dat je dat realiseert en niet denkt, oh, ik ben er al. Ja. Ja. Helemaal en al bij de finish. Okay. Nee, dat is niet zo. Nee. Nee. Nou, okay. Topper. Anja. Nee, ja, ik moet me weer aansluiten bij Karin. Mag hoor. Gaat wel goed. Gaat goed. Ik heb wel minder goed geslapen. Oké. Okay. Goed. Maar mijn vertrouwen is wel nog minder dan 70%. Ik denk 50% of zo. Oké. Wat heb je nodig om dat wat hoger te krijgen? Ja, dat is een goeie. Nee. Zelfvertrouwen in het algemeen. Zelfvertrouwen in het algemeen? Mm-hmm. Ja, dat bedankt, ja. Ja. En dan is het ook goed, en daar, ik weet niet of we daar vandaag op komen of morgen of overmorgen, maar dan is het inderdaad ook goed om wat om handvatten te hebben. Ja. Van wat kan ik nou doen? Want er zijn echt allerlei dingen die je kunt doen op het moment dat je trek hebt. En dat kunnen hele praktische dingen zijn. Een glas water drinken, iemand bellen, even naar buiten, trap op en neer lopen. Maar dat kunnen ook dingen zijn in je hoofd, hè? Waar we het gisteravond, waar Maartje het ook over had, hè? Je gedachtes, want je gedachtes, die kun je echt inzetten. Net zoals een gedachte heel krachtig zijn, ik moet nu een sigaret, kan je dat ook omdraaien. Ja, goed. Nou, we gaan daar zo nog verder op komen bij de valkuilen. Ja. Goed dat je er weer bent. Ga ervoor. Gaan we naar Arnold. Ik zeg je deed niks. Net of je op een waterbed lag, toch? Ja. Allee, ik heb een keuze voor mezelf gemaakt. Mijn motivatie is een 10. Woe. Oké. Okay. En ik heb hem echt mijn lat legt grandioos hoog. En het gaat nu ook een keer lukken naar de strijd die ik heb gedaan. Het gaat je gewoon lukken. Het gaat me gewoon lukken. Punt. Dat is ook een mindset. Het gaat mij gewoon lukken. Punten. Nou, en dan hebben we het over het volhouden. Het blijft lukken. Kijk, dat stoppen, dat hebben jullie natuurlijk met z'n allen gedaan. Maar je hebt gewoon een statement gemaakt. Het gaat me lukken. Vorige week heb ik het al ingezet. En heb ik voor mezelf al besloten. En ook omdat je wist dat je donderdag werd opgehouden. Precies. Toen heb ik mezelf al lopen veranderen. Zo van, eens kijken wat het met mijn lijf doet. Dus ik had al op een gegeven moment. Oké. Nu is dit het setje. En nou gaan we de volledige. Ja. Ja, ja jij was je al aan het voorbereiden, hè? Maar dat is ook dat het een proces is. Het is niet dat je hier begint, maar het begint al daarvoor. Doordat je het misschien al eerder geprobeerd hebt. Door je voor te bereiden, daardoor over na te denken. En nu is eigenlijk de acute fase waarin je stopt. Nou, en straks komt er nog een hele tijd waarbij je op je hoede moet zijn. Nu zit je nog in de korte termijnfase. En straks komt de lange termijnfase. Ja, dit is de keuze. Dat is natuurlijk. Ja. 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 Mooi. De juiste timing. Ja. Ja. En misschien.
misschien ook nu dat je iets beter anders nadenkt over het leven dan 20 jaar geleden. Ja. Dat is de hoop, Arnold. Je kijkt tegen heel andere dingen. Ja, maar mooi. Goed. Ja, hou hem vast, hè? Ja, zeker. Oké, Richard. Oh, we gaan boren en zagen. Ja. Goeie timing. Ja, mijn motivatie heb ik een 8 neergezet vandaag. Dat is eigenlijk mijn laatste tot nog toe. Nog steeds neem ik ook. Een beetje volledig wat de anderen zijn. Mijn vertrouwen zit tussen de 5 en de 7. Oké. Te maken met op mijn moeder zijn, inderdaad. Moeten we die microfoon gebruiken? Vind je dat vervelend? Nee. Je mag ook een liedje zingen. Ja. Ik ben niet 58, ik doe Donald Duck na. Ja, oh ja. Dus op je hoede zijn. En, ja. En dat wilde ik ook even kwijt. Drinken. De metafoor van de achtbaan. Ja, die is wel heel toepasselijk eigenlijk. Want dan ben je een passagier. Dan ben je zelf niet in controle. En dat is mijn angst een beetje. En dat is de 5. Ik ben liever zelf in controle over het stoppen met roken. Ja, ja. Maar dat is al die jaren, Richard, is natuurlijk de verslaving de baas geweest. Hè? Ik zeg altijd, wat is de definitie van een verslaving? Is iets doen wat je eigenlijk niet wilt, maar toch niet kunt laten. En dat is eigenlijk een hele onaangename gedachte die ons mensen natuurlijk niet aanstaat. Dat het groter is dan jezelf, dat het regeert over jou, dat het jou stuurt en richting geeft. En nu besluiten we... besluiten jullie, of hebben jullie al besloten, om weer je eigen richting, je eigen koers te varen. En dat kan best een beetje wiebelig gevoel geven. Van oké, kan ik dit wel? Want ja, eigenlijk ben je ook een beetje je richting kwijt. En dat is een beetje met die achtbaan, dat je denkt van ja, maar nu ga je het gewoon zelf doen. En het blijkt dat als je straks die autonomie weer hebt gevonden, dat je die zelf weer beschikt over wat je wel en niet doet. Dat het je heel veel ruimte en vrijheid geeft. Maar het punt is, het is nog een beetje een soort theoretisch model, wat je straks in de praktijk gaat brengen. Dus hou dat vertrouwen. Dat is een van de prettigste dingen, die vrijheid. Want ja. Het is niet, het woord verslaving, daar zit al slaven in. Ja. Tot slaafgemaakte. Ja, ja. En het is niet zo dat je denkt, nou, vandaag ga ik eens een dagje niet roken. Dat is niet zo, want je moet steeds weer, je moet steeds weer, je moet steeds weer naar buiten als het regent. En als je in een restaurant zit en niemand rookt, dat je eigenlijk gegeneerd bent of ja, wat ik ook wel had, dat je stiekem ging roken. Dat je niet wilde dat je kinderen het zag. Het is gewoon heel... Het geeft zoveel rust en vrijheid. En je ziet ook over de hele linie dat als we het hebben over stress en spanning, dat mensen die niet roken, gemiddeld, gewoon een lager spanningsniveau hebben. Dat je echt rustiger bent. Maar goed, dat kan ik allemaal wel vertellen aan jullie. Dat moet je uiteindelijk zelf gaan ervaren. Ja. Dat ervaar je nu nog helemaal niet natuurlijk. Ben je niet rust? Nu ben je niet rustig. Nu ben je niet rustig. Eerst word je wat onrustiger om daarna... Ze zeggen wel, eerst wordt het slechter voordat het beter wordt. Maar goed, misschien is het ook van toepassing bij het stoppen met roken. Maar dat vertrouwen, hè, die tunnel met dat licht eraan het eind... dat is ook een hele mooie metafoor om te gebruiken bij dat stoppen met roken. Van, je voelt je misschien helemaal niet oké, op allerlei fronten. Maar je weet dat je goed een besluit genomen, goed gezond besluit hebt genomen. En dat het beter wordt. Maar alleen je voelt het niet. Dus dat wrijft natuurlijk. Dat geeft schuring en wrijving in je. Hou dat vertrouwen. En daarom is het zo belangrijk dat je niet alleen je motivatie, maar ook je zelfvertrouwen in. Denk ik, weet je, ik weet dat ik het ga redden. Ik weet dat ik het ga redden. Ik wil dit gaan redden. En het is ook wel grappig als je, zoals wij nu aan jullie elke dag gaan vragen, hoe staat het met je motivatie en je vertrouwen dat het gaat lukken. Dat je dat voor jezelf af en toe ook eens doet. En dan zie je misschien wel, nou, in het begin was die motivatie heel hoog, hè? En nou, dan na een paar dagen ga je last krijgen van die ontwenning. En je mist het toch, ondanks dat je weet dat het onzin is. Maar je mist het toch, dat gevoel zit er. Mm-hmm. Dus dan wordt die motivatie wat lager. En het vertrouwen misschien ook wat lager. En dan, nou, maar misschien is het overmorgen wel weer zo. En zo gaat het door tot je, nou ja. Hè? Tot je er los van komt. Totdat het niet meer elke dag in je hoofd zit. Totdat iets is uit het verleden. Goed. Dankjewel, Richard. Tini, hoe ga jij vandaag? Nou, ik heb minder goed geslapen, net als Anja zeg maar net al vertelde. Maar goed, ik zit er weer fris bij en gemotiveerd. Je ziet er ook heel uitgerust uit. Ik ben wel uitgerust eigenlijk, natuurlijk. En, ik heb niet geslapen. Vrolijk. Ik heb wel gerust. Ja, mijn motivatie, ik heb ze beide op 9.
Ik ben hartstikke gemotiveerd, maar het is net inderdaad dat gevoel als je straks thuis komt. En ja, dan zou het zomaar kunnen dat er toch weer dat kind in mij roept van ga even gewoon eentje. Eentje maar. Nou ja, dat is dan ook dat vertrouwen wat ik ook op 9 heb. Ja. Ik moet het nu wel als volwassene echt gaan winnen van dat kind. Ja. Zeg maar. Ja. Ja. Dat rebelse kind. Dat rebelse kind in jou. Ja. Ja. Dat moet je op een andere manier gaan uiten, Tini. Ja. Ja. Ja, hoe ga je dat doen? Iets anders gaan doen, denk ik. Iets anders geks. Gitaarles misschien. Ja. Ja. Nou goed. Ik maak wel een puzzel of ik brei wat, maar ik zal er vanaf. Ik ben er wel echt heel klaar mee. Ja. Ja. Ja, dat was, is iets wat vaak ook helpt, dat je denkt, oké, er komen nog beren op de weg. Maar wat er ook gebeurt, ik mag alles doen, maar roken is geen optie meer. Nee, ook niet één, want daar gaat het eens. Nee, want één is de opstap naar 2 en 2 is de opstap naar 3. En voordat je het weet ben je terug bij het niveau waar je was voordat je ging stoppen. Dat is eigenlijk een zinnetje wat wij, nou we zitten al allebei heel veel jaar in het vak... Ja. En hoe vaak hebben we dat gezegd? Dat als je daaraan begint, je brein herkent het en je brein wil meer. Altijd meer, nooit minder. Nee. Dus dat is zo vervelend. Je kan niet zeggen, ik ga een beetje roken. Hè? Zo een beetje eten. Hè? Ik wil wat kilo's afvallen, ik ga iets minder eten. Nee. Ik ga iets minder roken. Nee, dat werkt niet met roken. Het is of roken of niet roken. En jullie hebben de keuze gemaakt om niet te roken. Ja. En daar ga je mee door. En doe je hartstikke goed. En die keus moet je steeds weer maken. Iedere keer weer. Dat je denkt, oh ja, maar wat was het ook alweer? Welke keuze had ik gemaakt? Commitment naar jezelf ook. Door steeds dat weer te zien. Nou ja, daar kun je misschien ook die motivatiekaartjes voor gebruiken. Dat je bijna niet kan geloven dat je die zelf hebt opgeschreven, die argumenten. Het zijn jullie eigen teksten. Ja. En dat is juist zo grappig. Dat je denkt, oh ja, dat zijn mijn woorden. Ja. Nou, heel wat fijn. Wat is die zin, hè? Ach, eentje kan toch wel? Ja. Herkent iedereen die? Ja. Oh, maar ik rookte zoveel. Als ik nou straks thuis kom, dan ga ik gewoon alleen nog op feestjes roken. Ja. Nee. Wat kan je daartegen doen, tegen die gedachten? Nee. Nee. Nee zeggen. En eerlijk zijn aan jezelf, wat bedoel je daarmee, Richard? Nou, weten dat dat niet kan. Dat een excuus is dat je dat, ja, daar ben je eigenlijk al een drempeltje over, een bruggetje over. Ja. Van, hoe vaak heb je dat? Ja. Daar ging het steeds mis, bij mij ook. Daar gaat het mis. Ja. Ja. Precies. Dan gaan die receptoren weer roepen, die monsters worden wakker en wap gaat weer. Ja. Ja. En het vervelende is, als je weer gaat roken, zal je nooit meer een happy roker zijn. Je zal altijd denken, oh nee, maar nou moet ik weer opnieuw beginnen, want ik wil toch stoppen. Ja. Ja, maar dat is het ook. Ik was vorig jaar 4 maanden gestopt. Je schaamt je kapot. Je voelt je gewoon waardeloos. Dat je weer bent begonnen. Zo stom. Ja, en dan doet het dus meteen iets met deze, hè? Ja. Die zelfvertrouwen, die... Je denkt, ja, maar ik ben daar, dat kan ik toch niet. Anderen kunnen dat, maar ik kan dat niet. En het punt is, natuurlijk kun je het. Want je bent er ooit mee begonnen. En als je ergens mee begint, kun je er ook mee stoppen. Hè? Dat is het. En bedenk ook dat de meeste mensen die roken, zeker die al wat langer roken, dat kunnen we van iedereen hier wel zeggen, denk ik, hebben gewoon een paar keer nodig. Want bij elke keer krijg je ook weer ervaringen van wat er goed ging en wat er niet goed ging. Dus dat is ook goed van hoe deed ik het vorige keer en wat ga ik nu anders doen? Nou, jullie doen al iets heel anders door in het Stoptoberhuis te zitten. Nee, want als je elke keer hetzelfde doet, ja, dan krijg je steeds hetzelfde resultaat. Dus. Ja, zelfvertrouwen gaat wel naar beneden inderdaad. Mensen stoppen al van die product, zeg maar. Ja. Ik heb altijd wel eens geroepen, ik heb gewoon geen ruggengraat. Ja. Maar dan, we komen zo bij jou, maar dat is wel een statement. Je ziet het hoor. Ja, je ziet het wel, maar voor je gevoel. Ja, dit gaat hem even nooit worden. Maar Bianca, wat jij zegt, dan moet ik weer aan gisteravond denken. Ja. Gisterochtend hebben we het er ook al over gehad. Ja. Die gedachte, ik heb geen ruggengraat. Ja, ik zei vroeger altijd tegen patiënten, oh, jij denkt dat je het niet kan. Ja, ik ga hier een lijntje spannen, 30 centimeter, en jullie moeten eroverheen springen. Wat gebeurt er dan als je denkt, nou, dat kan ik niet hoor, dat kan ik niet. Weet je hoe topsporters dat doen? Die visualiseren helemaal dat ze over die 2 meter gaan springen. En ze praten tegen zichzelf. Hoe belangrijk die gedachten zijn. En ik hoor zo vaak, ja, ik heb geen ruggengraat. En dan denk ik,
Hey, wat heb jij verder bereikt in je leven? Dat is ook zo. Ja. En wat ook zo is, je hoeft niet altijd sterk te zijn, hè, om te stoppen met roken. Je moet vooral ook slim zijn. Maar goed, daar gaan we jullie ook nog handvatten voor geven. Ja, ja, ja. Heel goed. Oké, dankjewel Tini. Fijne dag en zijn we Paula. Wat ik net al zei, vallen en opstaan. Ja. Na een gesprek gisteren met de coaches gaat het wel een stuk beter, moet Fijn, ik zeggen. Goed. Het is rustig. Motivatie, ja, 99,9 zeg ik altijd. Ja, maar dat is het ook. Alleen dat vertrouwen, daar zit al 1/10 van dat vertrouwen. Van gaat het me lukken? Ja, die zit nu op een 6,5, 7. Nou, nog steeds maar boven de voldoende, hè? Is er nog steeds. Ja. Dus, en ook hierna. Dus ja, eigenlijk, zoals ik me nu voel, denk ik, ik kan het. Ik doe het. Maar ja. De angst. Dat is een goede zin, hè? Komt. Ja, ja, die dat is zegt een goede de hele zin. Dag tegen ik kan mezelf. Ik kan wil het, ik doe kan het en ik doe vandaag het. Vandaag rook ik en niet. En ik hou het vol. Ja. Nou, maar korte stapjes, wat, dat vind ik wel leuk. Ja, korte stapjes. Ja, alle grote klein. Dingen in de wereld zijn ooit met de eerste stappen begonnen. Ja. En jullie zitten in het traject, in de snelkookpan van de eerste stappen. En dan ook nog een keer met elkaar. Niet in je eigen bedje, met mensen die je nog niet kende. Af en toe ontplof je even en dan even blussen wij dat brandje weer. Ja, en dan gaan we weer door. Klopt. Dat is ook. Dus je hebt een setting waarbij er veel van je gevraagd wordt. Maar voor dat hele grote succes waar je straks, wat je straks wil ervaren, begin je gewoon met deze dag. Ja, ik begin ook wel met 's ochtends in de spiegel. Dat moment even. Precies. Vandaag rook ik niet. Ja. Heel kijk goed. Mezelf aan. Ja. Die wil ik er sowieso in houden. Ja. En te beseffen, jongens, dat het een positief besluit is. Hè. Je neemt jezelf niet iets af, maar je gaat jezelf iets geven. Je gaat juist wel heel goed voor jezelf zorgen. En je houdt van jezelf. We hebben het gisteravond de hele avond erover gehad. Maar die jekkers. Ja. Ja. Zoals dat liedje zou nog even draaien. Dat doen. Nee, maar dat je dat beseft, dat je gewoon met deze keuze die je hebt gemaakt, een wezenlijke keuze is om goed voor jezelf te zorgen. Ja. Klopt. En van jezelf te houden. Nou, dat was en dit cadeau dus ook aan jezelf te geven. Met alle ontberingen die jullie hier moeten doorstaan. Klopt. Ja. Maar dus het is mooi wat jij zegt. Van, ik kijk in de spiegel en ik zeg wat er ook gebeurt. Vandaag rook ik. Ja. Vandaag ik kan me herinneren dat ik op een gegeven moment alleen nog op feestjes rookte. Nou, dat ging natuurlijk weer helemaal mis. Nee, maar dat ik weer gestopt was. En als ik dan naar een feestje ging. En zeker als ik wist dat ik een wijntje dronk. Ja. Dan ging het altijd mis. Dus wat ik op een gegeven moment ook deed. Dan ging ik weg en dan stond ik voor de spiegel en zei ik, wat er ook gebeurt vanavond, ik ga niet roken. Op het moment dat ik die drang voel komen, dan ga ik of ik ga met iemand praten, of ik ga gewoon weg van het feestje. Ja, precies. Precies. Ja. Ja. Dankjewel. Nou, Paula, toppertje. We gaan doen. We gaan weer. Bianca. Ik heb vannacht goed geslapen. Nee, dat is fijn. Dat is goed nieuws. Maakt het verschil. Maakt echt een verschil, want slecht slapen en stoppen met roken is echt geen goede combinatie. Nee. Daar word je echt helemaal niet gelukkig van. Mijn motivatie is een 8. En inderdaad ook voordat je gaat stoppen met roken, denk je, het is een 10 en ik kan dit en bla 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 bla. Ja. En dan ben je gestopt en dan denk je, nou, misschien kan ik het toch niet. En misschien is het toch wel lastiger. En dus dan gaat inderdaad je motivatie en je vertrouwen ook wel naar beneden. Dus mijn vertrouwen dat ik het kan is een 7. Maar ja, ik val in herhaling net als met de rest. Wat als ik maandag thuis ben? Ja. Dat is echt een ding. En nu denk je inderdaad, nu heb je ook wel momenten dat je denkt van, oh, ik zou wel even willen roken, maar je bent hier met z'n allen en niemand rookt en je gaat het iets anders doen. Maar ja, thuis is dat anders. Nou, rookte bij mij niemand thuis. Maar dat scheelt. Dat scheelt, maar ik moet ook nog aan mijn werk en zo. Daar roken wel mensen, waar ik altijd mee ging roken. Ja, nou daar ga je allemaal op voorbereiden. Hè? Ja. Hebben jullie, of, nou even bij jou blijven. Ja. Hoe rookte jij thuis binnen of buiten? Ja, buiten in de tuin. Buiten. En zijn er buiten in de tuin of balkon, weet ik niet, zijn er triggers of dingen die je... Nee. Dat moment voor jezelf, dat is wat heel veel rokers missen als ze stoppen. Hè? Want dat is één van de functies, ondanks dat we weten dat een sigaret en alles wat erin zit je helemaal niet rustig maakt. Want je hartslag gaat omhoog, je wordt eigenlijk veel meer gespannen, maar je rookt je ontwenning weg. Ja. Maar het is wel het moment, zeker als je thuis zit met kinderen en dat je denkt, stoom komt uit je oren, dat je even alleen bent en even, en dat kan op je werk natuurlijk ook gebeuren.
Maar een ex-roker of een niet-roker, die stapt er niet zo vaak uit. Want met die sigaret moet je wel, want je lichaam vraagt om nicotine. Maar het is wel heel goed om het toch te doen. Ja, ik moet door het dus toch te denken, ja. Oké, ik ga nu even naar buiten. Ik ga gewoon eventjes lekker op het bankje zitten. Of ik doe even een ommetje. Maar ook op je werk, door wel die pauzes te blijven nemen. Want een roker neemt elk uur een pauze. Ja. Maar een niet-roker gaat vaak maar door achter zijn scherm. Of wat voor werk je dan ook doet. Maar dat je dat toch doet, dat je desnoods... Je telefoon zit met een piepje elk uur. Je even opstaat, even een rustmoment neemt. Want anders bouwt die spanningsboog zich enorm op. En dan ontplof je aan het eind van de dag. Nou. Goed, nou, goed dat je er bent. En we gaan ervoor, hè? Ja, zullen we even een bruggetje maken naar de valkuil? Ja. Zullen we hem anders eventjes... We gaan even onze papiertjes. We maken misschien is het goed om even... Dat hoeft dan niet officieel weer op een rijtje. Maar gewoon zeggen van welke valkuilen... Zullen we het een briefje doen? Wil je het in een briefje doen? Mag ook plenair. Misschien leuker voor de camera ook. Ja. Ja. Dat we kijken naar welke valkuilen kun je bedenken. Zeg het maar, we gaan het opschrijven. Feestje. Drank. Wat zei je, pompstation? Als jij gaat tanken? Ja, nou, ga tanken, ik kom er langs. Maar ook als je niet hoeft te tanken, dan zie je het pompstation en dan denk je, dan wil ik roken. Ja, dus een soort Pavlov-effect weer, hè? Kwijlende hondje. Oké, we zitten wel achter de... Achter allemaal boodschappen bij de Lidl doen, want die verkopen geen sigaretten meer. Ja, we mogen geen reclame maken op de camera. Nee. Albert Heijn, dat was een, volgens mij een nepbericht. Ja. Dus de sigarettenbalie. Ja. Hey, ik heb het heel even onderverdeeld in intern en extern. Kinderen die het bloed onder je nagels vandaan halen. Ja, dus mogen we dat onder stress? Of? Dat is intern. Oh, wacht even. Hoe noem je dat gevoel? Frustratie? Nee, frustratie misschien. Frustratie, onmacht. Je moet juist wel ontploffen. Je moet in de neerzetten waar je stand moet. Ja, dat ben ik niet. Maar bepaalde unieke kinderen, laat ik het zo zeggen, met een beperking. Met een uitdaging. Kan je niet altijd gewoon op hun plek zetten. Nee, weet je toch hoe jij ermee moet omgaan? Ja, maar dat is, blijft wisselen qua leeftijd. Tweede, nee, ik denk waar het... Maar dan nog, denk ik... Maar we zijn... Maar we zijn allemaal mens, dus af en toe zijn we helemaal niet redelijk... en kunnen we niet meer rationeel denken... en willen we dat kind achter het behang plakken, toch? Ja. Nee, dus dat zijn frustraties. Ja, die jou zijn zo groot, je bent al een beetje vergeten. Ja, kleine kinderen, kleine problemen. Nou goed. Dat is ook zo. Kunnen we nog één bedenken? Dus intern, hè, dat zijn je gevoelens, je emoties, je spanningen, dingen die binnen jouw gebruik gebeuren. Die hebben ook weer hiermee te maken. Verveling. Natuurlijk. Verveling. Goeie. Ja, is dat een... Nou ja, intern denk ik. Ja, wachtmomenten. Wachtmomenten. Pauzes die ontstaan, die je altijd opvulde met roken. Na 10 minuten kan ik nog precies even een sigaret roken. Verdriet. Vroeger kon ik op de perrons ook roken, maar dat mag ook niet meer. Dus die pauze, wacht op de trein, dat is... Nou, ik ga naar de voorkant van het station, maar ik rijd dagelijks in de trein. Ja. En dan heb ik 3 minuten voor. En dan heb ik 3 minuten. Sociale situaties. Wachtmomenten, sociale... Wat denken jullie dat als we naar alle rokers kijken over de hele wereld, wat ze aangeven als belangrijkste reden, of grootste trigger, grootste valkuil, waardoor mensen terugvallen. Wat denken jullie dat dat is? Die is het niet. Koffie. Het heeft wel te maken met emoties. Het zijn acute emotionele situaties. Dus niet eens iets dat je heel langdurig mantelzorger bent voor je zieke moeder en daar verdriet van hebt en spanning. Maar acute dingen die je opeens overvallen. Ja. Ja. Dat klopt als je hoort dat iemand overleden is. Ja. Maar bedenk dat ook al van tevoren. Hè? Want er kunnen dat soort dingen gebeuren. Wat ga je dan doen?
Sta je jezelf dat dan toe of denk je, ja, het gaat me ook niet helpen? Ja. 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 Ik rookte nog, hij al een tijd niet meer. En het eerste wat ik deed was een sigaret, omdat hij niet wist of hij dood was. Ja. Of ja, ja, ja. Ja, dus dat. Ja. Ja. Dus dat is vaak een hele sterke koppeling. Want gelukkig maken we ook niet elke dag dat soort dingen mee. Hè? Nee. Nee. Maar het kunnen zelfs nog, want dit is natuurlijk best wel een heel dramatisch voorbeeld. Dat is natuurlijk zo heftig. Maar ik heb wel eens een cliënt gehad, jaren geleden. Die was ook jaren gestopt. En die had een aanrijdingtje op een kruising. Ja. Gewoon blikschade. Gewoon, nou ja, dan sta je natuurlijk sowieso te shaken. En wat deed die persoon met wie die aanrijding had? Die nam meteen een sigaret, midden op die kruising. Hij zegt, ik stond er en ik stond meteen te roken. Dus dat is ook een acute situatie die niet groot en levensbedreigend is. Want iedereen was oké. En toch, hij zegt, en dan herkent brein het oude systeem van, hé. Hey, en dan komen die receptoren die allemaal in een comateuze toestand waren, die worden wakker en die denken, ah, we want more. Je hebt de kans dat je een onrustige dag hebt of dat je meteen naar de winkel gaat om sigaretten te kopen. Of het blijft bij een incident en je denkt, ja, maar dit wil ik niet. Dan gaan we gauw weer afbakenen en stoppen. Hè, maar die levenslange gevaren en gevaartjes die er zijn, die betekent gewoon, die horen dus bij jouw leven als niet-roker. Ook bij ons als niet-rokers. Wij komen ook nog in situatie. Ik ben al 20 jaar gestopt en ik kan nog in situatie komen. Wat doe jij dan als je een acute emotionele situatie... Ik probeer meteen in de ratio te gaan. Denk, oh ja, ik verbaas me over het feit dat het gebeurt. En ga meteen in mijn kracht staan. Denk, ja, maar weet je, ik weet dat roken niet helpt. Nooit. Tegen niks. Het enige wat roken doet, is je gezondheid slopen en je portemonnee leegmaken. Ja. Dat is mijn mantra. En dat draag ik bij me zolang ik leef. Hè, en dat kan soms zo sterk zijn om meteen dat mantra te pakken. Ook een soort plastic kaartje wat ik pak en zeg, ja, maar weet je, wat doe je nou? Hè, dus het is ook niet zo dat als je dat ooit zou doen, dat je meteen verloren bent. Maar probeer eraf te blijven en weg te blijven. Want het gaat je toch niet helpen. Op die kruising, bij dat kleine verkeersongelukje. En wat natuurlijk wel zo is, is dat uiteindelijk... Hè, jullie zitten hier en wij zitten hier... He, dus ja, er komt steeds meer afstand tussen jou en die sigaret. He, die koppeling gaat steeds losser zitten in al die dingen die verbonden zitten. Je praat straks aan over het vroeger. Roken. Dus vroeger mijn eerste gedachte als zoiets gebeurt is niet meer ik moet roken. Nee. Het zijn andere dingen. Nee. Ja, of ik, en je leert natuurlijk ook dat je op effectievere manieren daarmee om kunt gaan. Door steun te zoeken, door iemand te bellen, door... te sparren met iemand als je het lastig hebt. Hè? Of door als je op je werk een conflict met een collega hebt... even anderen op te zoeken om te bedenken... hey, hoe kan ik hier nou mee omgaan? Veel Want één ding is zeker, en dat weten we allemaal... er komen kwesties in je leven die jouw emotionele systeem triggeren. Die jou even uit balans halen. En dat hoort bij het leven, want niemand heeft een kabbelend leven. De ene heeft meer narigheid dan de ander. Dan gaat de ambulance voorbij. Over narigheid gesproken. Maar ja, om te denken dat dit gewoon bij het leven hoort. En dat je dus op een andere manier omgaat met deze situaties. Met de kinderen waarbij je het stoom uit de oren komt. Ja. En dat je denkt van hoe ga ik hiermee om? Dit is ook een mooi voorbeeld wat zij geeft. Ja. Hoe je ook geconditioneerd bent op prikkels. Zij hoort een ambulance en... Ja. Daar zit de koppeling. Ik alle ambulances in mijn woning. Ja. Omdat ja. Ik bang was dat je in een insult zat op school. Ja. Dus zodra ik een ambulance hoor, gaat het tik. Ja. Nee, ik kan niet. Hij is thuis. Rustig. Ja. 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 Maar goed, het blijft. Ja. Begrijp het. In mijn ogen best al een tijd geleden. En het gaat heel goed. Ja. Zo zie je. Heel raar. Alleen ambulance politie reageert ik niet op. Maar dat is... Zo zie je hoe langzaam dat soms slijt, hè? Zeker als het zo veel indruk intensief gemaakt heeft. Ja. Hè? En dat is met dat roken ook. Precies. Het slijt heel langzaam. Al die triggers die je doen kwijlen, of hè, waar je belletjes gaan rinkelen. Maar het slijt dus echt. Ja. Het slijt dus echt. En hou dat vertrouwen. Kijk, het is nu allemaal met die motivatie en die ding, een beetje een soort theoretische modellen. Maar als het straks van jou wordt, dat stoppen met roken en dat gestopt zijn, dan krijg je ook veel meer vertrouwen daarin. Echt vertrouwen dat je denkt, ja, maar nu voel ik het gewoon. Het is niet de kwestie van dat ik geleerd heb hoe ik het moet doen. Nee, ik voel dat ik niet meer terug wil naar dat oude. Ik wil het, ik kan het en ik doe het. En ik hou het vol. Maar daar hoop ik wel op. Daar gaan we voor. Ja. Nu voel ik het nog niet. Ik,
Mm-hmm. Zometeen echt voelen van, oké, ik rook gewoon niet meer. Ja. En dat gaat soms niet vanzelf, hè? Soms moet je ook bedenken, oké, wat is er nu al veranderd wat ik prettig vind? En soms is dat zeker in het begin heel lastig, omdat je denkt, nou, ik vind het helemaal niet prettig, want ik voel me echt wiebelig en ik moet steeds huilen. Of ik ben 5 kilo aangekomen, allemaal omdat je aan allerlei nare dingen denkt. Maar probeer toch te bedenken van, hé, wat levert het me nu al op? En soms, ook al voel je het niet, kijk inderdaad naar dat lijstje. Hé, wat gebeurt er in mijn lichaam vanaf het moment dat ik stop? Hè? Ik denk wel eens, wij zouden doorzichtig moeten zijn, want dan zou je dat heel goed kunnen zien. Maar lees het en ja. En kijk wat voor jou een belangrijke motivator was, zoals voor mij was die vrijheid. Ja. Ja. Hebben we nog meer situaties? Valkuilen, kun je nog een valkuil Richard? Bedenken, Jurgen? Richard Wouwen. Oh, sorry. Valkuil is op het moment dat je het even moeilijk hebt, want je blijft toch heel lang verslaafd, dat je het verleden gaat romantiseren. Ja. Idealiseren. Ja, hele mooie, hele goeie. Ja. Ja, maar dat is ook weer mooi hoe wij in elkaar zitten. Hè? Want de grootste ellende vergeet je vaak. Ja. Maar dan ja. denk je, oh, alles was toen beter. En wat er ook vaak gebeurt, dat het eerste jaar, ja. alles wat rot is, wijd je soms ook aan. Het komt allemaal doordat ik niet meer rook. Ja. Hoe vaak ik niet patiënten had die zeiden, ja, maar ik heb iemand gesproken en die stopte met roken. En toen kreeg hij dit en dat en dat. Ja, ja, dus vaak worden de mensen dan idealiseren, met romantiseren. Ja, ja. Romantiseren. Ja. Is dat herkenbaar ook? Voor, ja. Kun jij nog iets bedenken, Jurgen? Nou, jij hebt nog wel, als je op je hefdruk zit, is dat voor jou valkuil? Werk? Heeft dat een... Nee? Ja, voetbal. Voetbal? Ja. Nou, ik voetbal. Vind het nog een hele goeie, zeg. Hey, en voetbal... Dat is wel wat we noemen een double of triple trigger, hè? Want rokers om je niet heen. Voor iedereen, ik weet niet hè? Of in het stadion nog gerookt mag worden. Ja. Nee. Biertje? Nee, dat zal toch niet. Okay. In het stadion wordt er niet gerookt. Oh, ze doen. Ja. Oké, dus andere rokers. Biertje. Ja. Nee. Oké. Maar ik wil even terug naar die triple trigger. Zie mensen om je heen roken, biertje erbij en spanning. Ja, nou. Bingo. Succes. Ja, ja. Nee. Maar die moeten fysiek zo presteren dat ze denken dat hebben we niet nodig. Ik vind ook altijd wel een grappig voorbeeld. Een grappig voorbeeld. Stel dat je kind heeft een toets. En die is heel erg zenuwachtig. Zeg je dan ook, neem een sigaretje. Ja, ja, ja. Kind, neem een peuk. Ja. Ja. Maar goed, even kijken. Hebben we er nog eentje? Ik vind het een goeie, die voetbal. Maar goed, ja. Spanning, hè? Spanning. Angst. Allemaal intern. Depressie. Ja, emotioneel. Ja. Ja. Hoort een sigaret. Ja. Ja. En aangezien wij emotionele wezens zijn, kom je dat dus ook heel erg tegen in het dagelijks leven. Zul je dus ook met al die emoties, ups en downs, denken, hé, wat klopt hier niet in het plaatje? Dat is die sigaret die al die jaren aanwezig is geweest. Dus je gaat dat wegvallen daarvan best wel ervaren, maar als je dat kunt omzetten in een nieuwe gedachte van, ja, maar... Het is dus iets positiefs. Ik ga nu zelf mijn eigen emoties ervaren. En zonder dat ik mezelf iedere keer dat sigaretje geef. Maar het is ook een soort van afleiding, denk ik. Hè? Als je in een emotie zit en je rookt. Misschien is het een soort troost, maar misschien is het ook een soort afleiding, denk ik. Ja, troost is ook wel mooi. Dat je in je emotie gaat zitten en dat je dan jezelf afleidt. Ja, ja. Ja. Nou, het is wat we wel noemen ook een bepaald afweermechanisme. Hè? Je wil iets niet voelen, dus je steekt een sigaret op, dus dan kan je er even uitstappen. En eigenlijk wat je dan doet als je gaat roken, ik vergelijk het wel eens, het is eigenlijk een soort meditatie, want je bent... Ja, ja.
Je bent jezelf even tot rust aan het brengen. Dat kan ook zonder. Dat kan ook zonder. Dat kan ook zonder. Ja. 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 Nou, we zullen nog wel een keer een ademhalingsoefening gaan doen. Ja, die misschien doen we dan nu even voor de andere dag. Dat doen we op een ander moment. Ja. Ja. Zijn we compleet qua situaties? Of heeft iemand nog een situatie waarvan hij denkt? In de auto. Ja. En auto's waarin gerookt is, zijn veel minder waard, hè? Dan wisten jullie dat? Ja. Ik weet niet. Wat zeg jij? Niet kunnen slapen. Slapeloosheid. Intern. Is dat intern of is dat een situatie? Nou, nou, kan allebei intern, wel, hè? Ja. Er gebeurt heel veel in je hoofd, hè? Dat moet je 's nachts verwerken. Wat er gebeurt als je stopt met roken, zeg maar? Nee, dit zijn de valkuilen die je tegenkomt dat je mogelijk een kans hebt dat je weer terugvalt naar roken. Of dat je overweegt om terug te vallen naar roken. Kijk. Als ik Jurgen tegenkom, zou kunnen. Of je krijgt een associatie. We hebben samen in het huis gezeten en dat is juist een niet-rooksituatie. Als ik tegenkom, dan heb ik nog 3,5 liter, dan roken we niet. Ja. Ik weet niet of dat een hele goede copingvaardigheid is, maar ja, dat is aan jou. Daar gaan we hier niet over. Nee. Wat wel zo is, Jurgen, als je 3,5 liters op hebt, dan gaat je zelfcontrole wel wat omlaag. Hè? Maar als je daar niet rookt, dan ben je wel ijsterk. Dan hebben we volgende week zelf een klein probleem. Je hebt een probleem. Ja. Problemen zijn er om op te lossen. Ja. Wat is jouw probleem volgende week zaterdag? 3,5 liter. Ja. Goed, misschien moeten we kijken naar. Ja, jongens, ik wil nog even. We hebben nu een heleboel situaties opgesomd. Ja, waar het gewoon om gaat, is dat je voorbereid bent. Jullie zijn nu eigenlijk aan het leren om te zwemmen. Nou, wij begeleiden jullie daarbij en nog veel meer mensen. Je hoeft niet zomaar in diepe te springen. Maar een van de dingen daarbij is inderdaad dat je van tevoren bedenkt: er staan hier heel veel valkuilen, maar wat zijn voor mij nou de grootste valkuilen? En dat je daar een lijstje van maakt, zodat je ook weet, oké, als ik weet dat ik in zo'n situatie kom, net zoals wat ik had als ik naar een feestje ging, dat ik ga bedenken, maar wat kan ik dan doen om toch die controle te houden? Want die controle, die ben je soms kwijt. Ja. Maar je kan wel met je hogere hersenhelften, met die ratio, kun je dat dreinende kind wel beteugelen door je voor te bereiden, door te plannen. En soms is dat door bepaalde situaties te vermijden. Maar ja, nogmaals, je kan niet alle situaties vermijden. Dan moet je bedenken, hoe ga ik daarmee om? Zoals jij zegt, ik kijk mezelf aan in de spiegel vlak voordat ik naar dat feestje ga, waarvan ik weet dat er veel rokers zijn en dat er wel lekkere wijn is of lekker bier is wat ik wil drinken. Maak ik mezelf sterk en als ik me dat bewust maak en ik stap naar binnen in dat feestje, dan ben ik toch beter voorbereid dan ik denk, ik zal wel zien wat ik ga doen. Nou, dat zal wel zien, dan weet je wat je brein met je gaat doen. Ik weet dat er ooit iemand zei, ja, maar ik blijf gewoon drinken, maar ik zorg gewoon dat ik 2 drankjes in mijn handen heb, want dan kan ik niet roken. Ja, dat is ook een goeie. Ik wil nog heel even, ik heb hier, dat is een mooie, ik heb hier halt opgeschreven, hè? Halt, ja. Halt, ho, stop, ik wil niet meer roken. Dit is een ezelsbruggetje. En dit zijn situaties waarin over het algemeen de meeste mensen wat minder controle hebben en het moeilijker hebben. En dus dat je dus op je hoede moet zijn, dat die alarmlichten aan moeten gaan. De H is van, als je hongerig bent. Als je hongerig bent, dat kan je vaak heel erg verwarren, ook met trekkende sigaret, hongerig. Dus dan gaat vaak je zelfcontrole omlaag. De A, ja, het is Engels, dus ik zal het even vertalen. De A is van angry, hè, boos. Nou, hebben we hier ook ergens staan, emoties. Ja. Nou ja, boos zouden we er ook bij kunnen zetten. Precies. Dus als je geïrriteerd bent of boos of een beetje van slag, dan gaat je controle ook omlaag. Is de kans ook groter dat je een sigaret pakt. De L, lonely, als je je alleen voelt, niet begrepen, zielig.
Je deed prima, maar niemand begrijpt mij ook. Je weet niet hoe moeilijk het voor mij is. Voor mij is het zo moeilijk dat stoppen met roken. En de T van tired, moe. Als je moe bent, dan gaat je zelfcontrole ook omlaag. Als je slecht geslapen hebt. En dat zou ik jullie ook wel, als je in het begin, als je stopt met roken, zeker als je geen pleisters gebruikt of medicijnen, kan je soms slechter slapen. Als dat te lang duurt, zoek daar ook hulp bij. Want dat hoeft niet. Maar je lichaam moet weer in balans komen. En dus als je hongerig, boos, alleen voelen, onbegrepen en moe. Ja. Zeker. Ja. Zeker. Zeker. Ja. Ja, hoort er allemaal bij. Er gebeurt heel veel in je lijf. Doe je die pleisters wel af 's nachts? Ja. Er gebeurt heel veel in je lijf als je stopt met roken. Dus ook in je hoofd. Je moet allemaal dingen verwerken. Als je naar deze vier kijkt. Wat zeg je? Ja. 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 Inderdaad. Ja, nog veel meer, maar negatieve dingen. Vanaf het moment dat je stopt, gebeuren er allemaal positieve dingen in je leven. Ja, het is ook bevrijding. Dus alles wat je nu voelt, alle afkikverschijnselen die je voelt, zijn eigenlijk een positief teken. Want je lichaam heeft zo'n herstelvermogen. Dus allerlei dingen herstellen zich. De vaten doorbloeden. Absoluut. Ik ben het afkikken. Ja. Ja, helemaal gezegd. Ja. Ja. Je bent ook een beetje van onderin. Nee. Yes, een afkikverschijnsel. Nee, maar dat is mooi. Hoera. We gaan eens even kijken zoals wat we eraan... Zoals gisteren zei, vet. Ja. Vet. Of wat we eraan kunnen doen. Maar heel even. Dit, als je een dag gewerkt hebt en je komt thuis, heb je honger. Je zit in de auto, je hebt al honger. Nou, misschien ben je ook wel geërgerd over dingen die gebeurd zijn. Misschien kom je wel alleen thuis. Dat je echt je verhaal kwijt bent, maar er is niemand. En je bent ook moe. Nou. Eind van de dag thuiskomen is echt een trigger moment. Dus bereid je daar. Wat zeg je, Arnold? Dan laat ik wel weg, dan kom ik niet meer. Ja, nou ja, wat je kunt doen is, en dat schijnt ook te helpen, en dat blijkt ook wel, er is ook wel een wetenschappelijke basis voor in je lijf, is op zo'n moment zorg dat je druivensuiker in je tas hebt. Even een druivensuikertje. Dat je suikerspiegel omhoog kan helpen. Kan helpen. Ja. Kan helpen. Ja. Over? Tired. Ja. Ja. Nee. Breekt geen rode bloedlichaampjes af. Rokers hebben meer koolmonoxide op hun rode bloedlichaampjes zitten. Die koolmonoxide neemt de plek van de zuurstof in. Precies. Dus rokers zijn vaak moe. Je krijgt vaak meer energie. Ja. En niet in het begin, want nu ben je nog heel erg in je hoofd bezig. Nu kun je het je niet voorstellen, maar fysiologisch gezien, dus dat wat er in je lichaam gebeurt, is dat wat daar gebeurt. Dus... Precies, want die koolmonoxide die kun je missen als kiespijn. En die zorgt er ook voor dat de wondgenezing minder goed gaat. En dat de tandarts ontevreden is over je gebit. Omdat je vaak problemen met tanden en kiezen hebt. Allemaal omdat die koolmonoxide je feitelijk chronisch vervuilt. En ook je energie en je zuurstof weghaalt. Joh. Daar ben je veel te jong voor. Ja. Maar dan zie je dat er dus feitelijk... He, wat jullie zelf allemaal gedaan, geen voordelen zijn aan dat roken. Wat je ook bedenkt aan je lichaam, er zijn altijd negatieve impact van die sigaretten op je lichaam. Dus, het is trouwens wel heel fijn als je gestopt bent met roken, om even langs de mondhygiëne te gaan en een grote beurt te doen. Yeah. Even alle nicotine eraf. Lekker wit laten maken, alle vuil weghalen. En je hoeft ook veel minder vaak naar de mondhygiëniste als je... In het begin kan het soms, ik weet niet of dat al extra gaan bloeden. Genoemd hebben we het over gehad. Ja. Dat is sowieso, hè, dat je als je net gestopt bent, kun je best last krijgen van dingen die al je zwakke plek zijn. Als je last van je darmen hebt, dan wordt dat soms wat erger. Maar ja, soms moet het even iets erger worden om beter te worden. Precies. Ook als je last hebt van je longen, kan je in het begin soms juist benauwder worden. Maar dan moet je ook even naar je arts of naar je huisarts gaan.
Zijn de mensen aan het hoesten? Ja? Weet je waar dat door komt? Ja, ik denk dat het... Ja. De trilhaartjes, die zijn allemaal platgewalst, geasfalteerd, zeg ik altijd. En die komen eigenlijk heel... Het lichaam heeft een ontzettend herstellend vermogen. Dus op het moment dat je het niet meer hebt, ga je denken... Hé, krijgt het lichaam de spirit om jou te herstellen. Dus die trilhaartjes komen al, kunnen zelfs gaan kriebelen. Kunnen daardoor hoesten. En het kan zelfs zijn dat je bruine speeksel krijgt. Asfalt. Ja, maar dat het eruit komt. Schrik daar niet van. Dat is allemaal je lichaam ruimt op. Ruimt op en gooit het eruit. Heb ik ook wel eens gehoord dat je sneller verkoudheden of longontstekingen in het begin pakt of zo. Omdat alles ge... Ja. Komt, dat was wat ik net zeg. Je bent soms wat vatbaarder voor ontstekingen. En dat hele interne milieu verandert ook. Hè. We hebben allemaal bacteriën, weet ik wat, allemaal in ons mond. En door de roken wordt dat ook beïnvloed. Dus die balans verandert ook weer. Ja. Hoort erbij om uiteindelijk... En dat zijn ook momenten dat je als ex-roker denkt... Nou, weet je, voel mij helemaal niet veel prettiger. Ik ga maar weer roken, want dan wordt alles weer goed. Moet je kijken, ik hoest alleen maar meer. En ik dacht dat het voordeel was om te stoppen. Weet je, dus kijk uit. Feitelijk kan die bij de valkuilen. Laat je niet gek maken en hou vol dat het een onderdeel van een valkuil is dus inderdaad ook afkikverschijnsel. Ja. Ja, en dat... Dat, maar ook nevenverschijnselen waarvan je denkt... Hoe zullen we dat noemen? Ja, hoe zouden we het noemen? Tijdelijke negatieve gevolgen. Ja. Nou ja, jullie weten... Maar goed, jullie snappen wat we bedoelen. Ja. Dat je denkt, oh ja, maar dat is niet wat ik had gedacht. Ik dacht dat ik minder ging hoesten, dan ga ik meer hoesten. Ja, dan denk je, kan ik beter gaan roken. Nou ja. Maar dat is ook weer een mindset. Kan ook, droge mond. Herkenbaar. Ja. Nou ja, smaak en reuk gaan natuurlijk ook terugkomen. Je krijgt de smaak en de reuk... Niet altijd fijn. De reuk terug van wie jij gewoon als mens bent. Maar door alle jaren roken is dat natuurlijk ook verstoord. Dus je gaat de bomen buiten in het bos ruiken, maar je ruikt misschien ook wel de zweet sokken van je buurman of je buurvrouw. Nee, maar droge mond, water drinken is sowieso heel goed voor alles. Hè? Lekker doorspoelen, ook goed voor je stofwisseling. 2 liter per dag. Ja. Ja, ik vind het heel moeilijk om ik te ook. Doen. Maar nou, jij bent wel, jij kunt het wel goed. Als ik mijn fles, maar ik ben hem kwijt. Ja. Ik ben hem ergens kwijtgeraakt. Even in het kader van de tijd, trouwens. Ja. Zullen we kijken wat we nog meer kunnen bedenken om de valkuilen die we hier hebben neergezet, wat je zou kunnen doen om daarmee om te gaan? Om te voorkomen dat je erin stapt in die valkuil. Ja, dus dan hebben we het eigenlijk over, moeten we er eigenlijk even naast hangen. Nou, je kan toch hier schrijven? Ah, we schrijven het een beetje, nou ja. Ja, nou, grofweg, om even een voorzetje te geven, hebben we het wel eens over de 4 D's. Doe iets anders. Drink water. Diep ademhalen. Wat was die 4e nou? Doorzetten. Doorzetten, die vind ik mooi. Of doe iets anders, denk iets anders. Denk iets. Maar dan hebben we er 5 en doorzetten. En nog een D van duimen draaien. Nee. Duimen draaien. Nee hoor. Douchen. Douchen ook, dat is ook een punt. Ja. Ja. Maar hoe kunnen we omgaan met die dingen? Wat zou je kunnen doen? Wat zou je kunnen bedenken? Want dat zijn wel de handvatten die je straks denkt... Oké, we hebben nou weten we het wel wat we kunnen tegenkomen. Wat doen we dan? Ik wil het ook weer even je kan het ook weer onderverdelen in wat ga je doen... En wat ga je denken? Ja. Wat doe je met je gedachten? En daar hebben jullie gisteravond ook al allerlei handvatten voor gekregen. Hè? Gedachten, ja. Dus wat zijn je helpende gedachten? Dus het praktische, maar ook wat hier gebeurt. Want het is echt belangrijk dat je aan beide aandacht besteedt. Wie wil er iets over zeggen? Nou, we hebben het gehad over valkuilen. Nou, dat is heel leuk, hè, als je weet wat je valkuilen zijn. Ja? Dus ik weet dat daar mijn valkuil zit, maar ja, als ik niet weet wat ik moet doen, dan val ik er alsnog in. Dus de tweede stap is, wat voor strategieën ga je nou inzetten om te zorgen dat je er niet invalt? Want je weet dat ze er zijn. Nou, er zijn soms ook valkuilen die je
die onverwacht zijn, ja, zoals die acute emoties. Ja. Maar heel veel valkuilen kun je zien aankomen. Als je naar dat feestje gaat, als je weet dat je met iemand uit eten gaat en je gaat wijn drinken. Als je bij de Albert Heijn je een toets hebt, ja, waarvan je weet, oh, dit geeft spanning. Als je naar de Albert Heijn gaat. Dus de vraag is, wat zijn nou dingen, of wat zijn dingen die je in het verleden hebt gedaan, of wat voor dingen kun je, wat voor strategieën kun je bedenken om te gaan met die valkuilen? Ik ga toch even een apart. Precies, voor jezelf, want het is natuurlijk niet alles voor iedereen. Iedereen heeft zo zijn eigen. We leggen hem even hier. Ja. Dus we noemen dat met een duur woord copingstrategieën. Maar we kunnen het ook gewoon handvatten noemen. Met de hond lopen. Maar dan maken we ook weer even intern. Of gedachtes. Ja. En acties. Ja. Omdenken. Omdenken, ja. Ja. Lopen met de kwijlende hond. Ik denk dat je gewoon in het begin dingen uit de weg moet. Vermijden. Ja. 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 Ja, en waar denk jij dan aan? Wat zou jij willen vermijden? Met mijn collega's gaan lopen. Ja. Althans, met mijn collega's gaan lopen sowieso niet, maar niet met mijn collega's naar de plek. Dus de situatie niet opzoeken. Die niet opzoeken, denken van ik ga mezelf daarin. Hè, dat betekent ook niet dat je dat nooit meer kunt doen met die collega's. Alleen als je na de ontkoppeling en als je wat verder in het proces bent, kun je gerust weer eens met die collega's en een kopje koffie bij elkaar komen. Maar in het begin, even opletten. Ja, dat is eigenlijk wel iets wat ik wel gewoon wil na verloop van tijd. Ja. Gewoon weer even, ja, die pauze samenwerken. Ja. Waar ik denk dat ik in het begin niet moet. Nee. En hoe ga je dat voor elkaar krijgen? Ik ga een blokje om, heb ik bedacht, een stukje buiten lopen. Oké. En ga je dat ook communiceren naar je collega's? Ja. Want die zeggen, hé, Bianc, hé, we gaan even roken, ga je even mee? Ja. Nee. Nee, waarom niet? Doe niet zo flauw, joh. Je kan toch gewoon even meekomen? Nee. Ah, joh. Nee. Zo gezellig. Zonder jou is het gewoon minder leuk. Nee, want mijn collega's gaan het niet doen. Die weten allemaal dat ik hier zit. Oké. Okay. Heel goed. Lekker alleen. Ja, oké. Okay. Wat gaan jullie nog meer? Wil jij wat zeggen? Ja, die dame die gestopt was met roken 2 jaar geleden. Mariska? Ja, Mariska, ja. En dat haar vriend niet meer stil stond omdat hij nooit gerookt had, dat ze niet meer rookt. Eigenlijk doen wij precies hetzelfde. Emoties vanuit het gemis. Maar als je bijvoorbeeld, als je tintel om de vingers houdt door een slechte bloedsomloop, Nu verdwenen is, dat valt je niet op. Dus dat denk je niet meer na. Of, ja. Of andere zaken. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om voor jezelf gezondheidswinst. Wat verbetert. Van positieve. En ja, dichtbij te blijven. Ja, heel goed. Ja, we hebben natuurlijk heel nu, mooi. We hebben, ja, het is heel mooi, want we hebben natuurlijk over die negatieve aspecten, althans over wat je de risico's die je straks loopt om in die valkuil te gaan. Maar dus het positieve effect van stoppen kun je gebruiken om het negatieve effect van de valkuil te voorkomen. Ja? Er zit alleen maar positieve aan. Eigenlijk. Dat is het. Hé, maar schrijf ze ook op, hè? Want je kan het bij jezelf bedenken, maar als je het ook opschrijft en het ook nog eens opleest, komt het veel meer binnen. Ja. Dan ga je het veel meer voelen. Ja, ik zie hier inderdaad, ik zie een aantal dames. Het is goed, hoor. Dat is ook wel grappig, de dames zijn aan het schrijven. Ja. Maar je kunt het ook, weet je... Nee, je kunt teruglezen. Sommige mensen hangen het op de koelkast. Iedere keer als je de koelkast open zit, zie je het. Hè? Dat... Ik heb mijn kamer niet gezien. Ik heb allemaal briefjes
Oh, leuk. Ja, goed. Maar mooi. Dat is ook een strategie, hè? Want ja, dat werpt strategie. Ook een drempel op. Doordat ja. je denkt, oh, nu wil ik heel graag roken. Nee, maar ik ga het niet doen. Ik weet, die golf duurt 3 minuten, dan is hij weer weg. Ik ga even in mijn boekje kijken. Of ik schrijf even op. Gewoon, oh, nu heb ik zo'n trek. En dat als je dan ook terugleest... Dan, want je hoort ook wel eens, oh, het wordt steeds erger, het wordt steeds erger. Kijk, die moet eigenlijk hier. Maar dat is vaak ook maar een gedachte. Schrijf je op is een actie. Maar oh, dat is een actie? Ja, maakt niet uit. Hij staat hier. Ja. Maar bewustzijn, schrijf ze op. Ja, ja. Wat gaan jullie nog meer vermijden? Of zijn er nog meer situaties die je wilt gaan vermijden? Die ga je niet vermijden. Nou ja, kijk, we hebben al die dingen opgeschreven. Dus je gaat andere dingen ook. Kijk, je gaat niet zeggen, ik ga niet naar de voetbal. Maar je kunt wel... Gezondere levensstijl. Nee, maar jij bedoelt, voetbal is belangrijk. Maar je gaat nu niet zeggen van vermijden, ik ga niet naar de voetbal. Maar je kunt wel bewust zijn, voordat je het stadion instapt, dat je denkt, oké, hier zijn risico's voor mij en valkuilen, die liggen klaar. Het zijn een soort mijnen die onder de grond liggen. Mijnenveld. En je denkt, oké, hoe ga ik het doen? Ik zorg ervoor dat ik heel voorzichtig, dat ik daar ga zitten en dat ik niet in die situatie terechtkom. Dus dit is het moment om daarover na te denken. Om erover na te denken. Om te kijken, hoe ga ik nee zeggen tegen die situatie? Wat zit er in je overlevingspakketje als je naar het stadion gaat? Ja. Maar goed, ik kijk in het stadion. Ik ga elke zaterdag naar het eerste van mijn voetbalclub. Daar ben ik 's morgens om 7:30 of 's avonds 8:00. Iedereen rookt. Ik sta altijd tussen de rokers. Al mijn vrienden roken. Ja, daar ga ik niet meer mee schouwen. Oké, voor jou is het heel simpel. Ik rook gewoon niet meer. Ik heb geen sigaretten bij me en ik rook niet. Dus ik heb afgesproken dat ik niet rook, dus ik doe het niet. Oké, kan voor jou een voldoende basis zijn om te voorkomen. Mensen nuchterheid. Ja, maar het kan je helpen om er zo naar te kijken. Niet te doen. Laten we het even naar het algemene trekken. Iedereen moet natuurlijk doen waarvan hij denkt, het is goed voor mij. Wij kunnen alleen maar zeggen wat werkt voor het gemiddelde van de mensen. En het blijkt gewoon te werken dat het wel goed is dat je voorbereidt. Want even terug naar in het water springen als je niet kan zwemmen. Je denkt, nou ja, ik spring het water en ik zie het wel of ik zink of niet. Dat kan een strategie zijn. Maar je kunt ook denken, hey, ik ga daarheen. Volgens mij was dat Arnold die mij dat vertelde. Die neemt zoet hout. Als hij trek krijgt, gaat hij daar eventjes. Hè? Dat kan soms helpen. Want soms mis je ook iets in je mond of iets in je handen hebben. Ze nemen een lolly mee. Een balletje pakken. Hè? Ja. Nou, dat zijn hele concrete dingen. Een stressballetje. Lolly. Heb ik hier ook al gezien. Ja. En zoet hout. Dat zijn hele praktische dingen. Nou ja, water drinken. Water drinken. Ja, eigenlijk ga je jezelf afleiden, hè? Het is eigenlijk een afleidingsstrategie. Ja. Jij brein, toch zoet hout? Je brein Arnold? Wil eigenlijk ja, toch zoet die hout? Kant ga je op nu en jij zeggen denkt, tegen nee, mij? We gaan die kant op. Nou ja, een beetje wel. Het is waar. Tik-tak. Ja. Een tik-tak. Maar het is fijn op momenten dat je die trek hebt, en soms lukt het niet met je gedachtes, dat je ook iets kunt nemen wat je afleidt. Ja. Ik had 10 soorten kauwgom gekocht. Ja. Zijn er nog mensen die zeggen, dit ga ik voorlopig vermijden? Alcohol. Ja. Ik ga afronden. Alcohol maakt je minder sterk in je controle. Ja. Maar goed, ik heb heel vaak mensen gezien die zeiden, ja, ik blijf gewoon doorgaan met mijn leven. Ik blijf koffie drinken en alcohol. Ik moet gewoon kunnen. Nou, soms lukt dat. En anderen zeggen, ja, ik vertrouw mezelf niet hierin. Ik wil dat het lukt. Ik ga mijn rituelen veranderen. Ja. Maar dat is natuurlijk aan jou. Je moet natuurlijk kijken wat past bij mij en wat helpt. En wil ik dat het een succes wordt? Zeker. Nou, dat hebben wij niet gezegd, Jurgen. Twentse nuchterheid. Dat is heel wat anders. Hij stopt het gewoon in schil achter. Ja. Als je naar een feestje gaat, ga je ze naar rood. Ja, als ik dat niet meer kan, dan ga ik weer rood, hoor. Dat meen ik echt. Maar wij zeggen ook niet dat je dat niet zou moeten doen. Ik snap ook niet als mensen dat zouden kunnen om niet meer naar een feestje te gaan. Want
omdat ze bang zijn om te roken. Wacht even, Jurke. Ik denk dat je dat ja. Dan moeten we even iets. Tijdelijk. Tuurlijk. Je moet niet stoppen met leven. Nee. Weet je dat? Nee, wacht even. Waar het om gaat, is dat je in de eerste periode dat je nog kwetsbaar bent voor die trek en dat de kans dat je toch die sigaret pakt groter is dan als je een maand verder bent of een jaar verder bent of 3 jaar verder bent. Dus in het begin is het soms heel goed om je voor te bereiden. Wat ik goed begrijp is als je dan volgende week zaterdag vergeetje zou hebben, ja, dan moet je goed nadenken en het verstandig om erin te gaan. In de hand. Of ga je daarop voorbereiden, zoals wat Paula doet. Precies. Die gaat voor de spiegel staan, die zegt, ik ga naar dat feestje, maar wat er ook gebeurt, ik neem geen sigaret. Onder geen enkele En als ik voel dat het sterker wordt, ga ik of ik ga naar iemand toe en ik zeg, ik heb zo'n trek, maar ik rook niet meer. Of ik ga naar huis. Of ik ga naar huis. Daar gaat het om. Maar dat moet je voor jezelf moet je maar dat bepalen. Maar daar maakt iedereen zelf die keuze, Jurgen. Dat is eigen keuze. En jij doet het op jouw manier. Ieders proces is anders, hè, Jurgen. Jouw proces is anders dan dat van Richard en dat van Bianca. Ja. Ja. Nee, maar volgens mij valt het kwartje. Toen ik rookte, ging ik dus vrijwel niet naar de bioscoop. Zeker sinds de pauze eruit zijn. Want, kon je niet meer roken? Quentin Tarantino een film duurt 2,5 uur en dan niet roken. Niet te doen. Het museum. Ik was kampioen in het museum in- en uitrennen. Ja. Wat een rust zal je krijgen, man. Hey, maar dat is ook een heel belangrijk aspect van stoppen met roken. Dat je jezelf beloont. Ik schrijf hem even hier. Ja, maar we gaan daar nog over hebben. Ja, we gaan het daar nog over hebben, maar heel even aanstippen. Ja. En een beloning is niet alleen dat je denkt, ik hou nu geld over, ik ga er wat leuks voor kopen. Maar het kan ook, dat is materieel, kan voor sommige mensen belangrijk zijn. Hè? Maar ook inderdaad dat je beseft, ik zit lekker thuis te tafelen met vrienden en ik kan gewoon lekker blijven zitten. En we zijn lekker aan het babbelen. Ik hoef niet meer naar ook buiten. In de winter in de regen. Kijk, we dat hebben het niet over een zomeravondterrasje, maar ook in de winter als het regent en koud is. Ja. Dat je daar staat, omdat er iets in jouw brein sterker is dan dat je zelf bent. En jou uit die sociale situatie haalt, of in jouw museum of in de film, om dat te moeten doen. Die vrijheid. Ja, dus wat levert het me op? Maar daar gaan we op een gaan we morgen over hebben. Verder. Hè, want dat is natuurlijk heel veel. Dat is ook weer voor iedereen anders. Ja. Maar het is een hele goede research van jou. Mm-hmm. Ja. We gaan een beetje naar de afronding. Dat je tijd overhoudt. In bepaalde situaties. Ja. Wat ga je doen in die tijd? Wat ga je doen? Dat wel een valkuil ook wel weer is. Dat je denkt van, ja, die staat erbij, hè? Verveling. Ja. Wat? Wil je er iets over zeggen, Jurgen? Ik zat in mijn vakantie. Je vakantie? Ja. Oh, die stond hier nog niet bij. Nee, dat is wel een goeie. En als je dat dan als een valkuil ziet, hoe zou je dat dan anders kunnen doen? Ja, dat weet ik nog niet, want dat is de vorige keer misgegaan. Dus nee, maar zou je iets kunnen bedenken, of zouden jullie iets kunnen bedenken waar Jurgen iets aan heeft? Ja, vakantie? Nou, je zei gisteren dat je eerste week van je vakantie ben je samen met je dochter, dus je vrouw nog niet. Ja, dus ik ga daar hoor ik sowieso ga niet. De eerste week of daar kijk. Oké. Maar dat is mooi, Jurgen. Maar dat is mooi, want dan heb je die eerste weken vast op zitten. En alles wat jij triggert op dat vakantieadres, omdat je rust hebt, en dan rook je al niet. Dus dan ben je al iets aan het ontkoppelen. Toch goed om daarover na te denken. Ook goed dat je dat... Een 20 kilometer wandelen. Ik heb al een pad met extra geld. Ja, zo'n sub. Hé, dat is mooi. Dus jij bent ook al bezig met die beloning. Ja, ik heb mijn vrouw. Je vrouw gaat er wat verkopen. Ja, die is dan weer blij, dus dan word jij ook weer beloond. Dus weet je. Hey, we gaan een beetje naar de afronding. Het is 11:05. Ja. En ik denk dat we... Dat we gaan afsluiten, tenzij iemand nog dringende dingen heeft of vragen. Heb je er iets aan op deze manier naar die valkuil te kijken? En te kijken wat je ervoor in de plaats kunt doen, alvorens de gedachte te maken natuurlijk is. Kan er een fotootje van maken?
En kijk naar je eigen situatie, hè? Hoe jij jezelf in jouw eigen leven, je valkuilen, in ieder geval in beeld krijgt. Want bewustzijn daarvan is al meer dan de helft van het succes. En dan te kijken, hoe ga ik het aanpakken? Net wat Roos zei, je hoeft niet te stoppen met te leven. Je hoeft niet te stoppen met naar feestjes te gaan. Maar je kunt wel bewust zijn, voordat je naar het feestje gaat, wat is de situatie? Wie komen daar? Zijn daar rokers? Zijn daar valkuilen? En hoe ga ik daarmee om? Nou, misschien zeg je de eerste keer in de komende weken, nou weet je, ik slaap één keer over. En dan komt er wel weer een feestje. Ik ga even niet. Hè? Of ik richt mij juist op de mensen die er zijn die niet roken. Kan ook. Hè? En dat zie je natuurlijk ook in de werksituatie. Ja. Je kan moeilijk zeggen, ik ga even niet naar mijn werk. Want ik vind het een beetje lastig. Hè? Dus sorry, ik kom even niet, want ja. Ik ben net gestopt met roken. Ja, dus begrijp dat toch wel. Ja. Dat niet. Oké, okay, nou. Nou, ik wens jullie een hele mooie dag. Ja, en volgens mij gaat het mooie weer en de activiteit. En de zon schijnt voor jullie. Ja. Toi, toi, jongens. Weer een stap verder. Ja. Hou vol. Ja, we hebben het gehad over de motivatie van de deelnemers. En dan zie je dat die soms een beetje omlaag gaat. En mensen worden ook bang als ze straks naar huis gaan. En de valkuilen. Dus dat is eigenlijk ook een beetje het voorbereiden voor straks thuis. Hè? Want we zitten hier met z'n allen in de snelkookpan, zoals ik zei. En ja, dat is toch een beetje een kunstmatige situatie natuurlijk, als je niet thuis bent. Dus wat kun je thuis tegenkomen? Die hebben we met z'n allen behandeld. En wat kun je doen? Wat is voor oplossingen? Welke gedachten kunnen eraan vooraf gaan? En welke acties kun je ondernemen om in ieder geval te voorkomen dat je er zo instapt als je thuis komt? Ja.